over de voor- en nadelen van het afschaffen van de dividendbelasting. Ik zou ook nog wel eens willen wijzen in dat kader op de hoorzitting die geweest is. De heer Asscher zei een paar keer in het debat dat er geen hoogleraar is te vinden die steun uitspreekt voor het afschaffen van de dividendbelasting. Dat klopt niet. Ik wijs bijvoorbeeld op de heren Bellingwoud en Van der Hurk, respectievelijk van de VU in Amsterdam en van de Universiteit in Maastricht. Die waren allebei te horen bij die hoorzitting. En die waren allebei zeer kritisch op de huidige dividendbelasting en een uitsproken voorstander van het afschaffen. Daar was ook aan het woord een voorbeeld de heer Smit van de Universiteit van Tilburg. En die heeft met name besproken de Europees rechtelijke onhoudbaarheid van de huidige dividendbelasting, zoals hij dat ziet. Daar was ook aan het woord de heer, ik spreek me uit, Garretsen van de Rijksuniversiteit Groningen, die zowel kritiek had op de afschaffing van de dividendbelasting als ook in de hoorzitting zei dat gegeven de huidige vormgeving van de dividendbelasting in de praktijk problemen kunnen ontstaan. Dus die zat er tussenin. En er was ook aan het woord de heer Van der Streek, die wij tegenkomen natuurlijk in het trouwartikel, die uiteraard zeer kritisch is op de afschaffing. Dus het is niet zo zoals de heer Asscher zei dat alleen het VNO er enthousiast was. Die waren er ook, hè? VNO, Euronext, AXO, die waren natuurlijk allemaal blij. Maar ook wel degelijk hoogleraar. De heer Asscher. Ja, voorzitter. Er waren inderdaad ook een aantal mensen die deels hoogleraar, deels consultant zijn. Bij Pricewaterhouse en bij Deloitte, om precies te zijn. Ze gaven dat ook eerlijk aan het begin van hun bijdrage in de hoorzitting. Maar de eerste keer dat we hierover spraken, vroeg ik aan de premier: kunt u mij 3 economen noemen die dit een verstandig voorstel vinden? En toen zei de premier: nee. 2 weken later hadden we een vervolgdebat. Toen had hij er 3 gevonden. Een van die 3 is een adviseur van multinationals. De ander is een Zweedse studie waarin gezegd wordt, je zou het tarief van de dividendverlaging kunnen verlagen. En de derde was een studie van Paterba en Summers. Dat is wat ik tot nu toe heb gehoord. Mijn vraag aan de premier is, weet hij uit welk jaar die studie is die uiteindelijk de beste wetenschappelijke onderbouwing moet bieden voor het afschaffen van de dividendbelasting? Nou, voorzitter, mijn punt was een heel ander eerlijk gezegd. Namelijk dat de heer Asscher net beweert dat er geen hoogleraar is te vinden. Laat hij daar nou ook even op ingaan, die bereid is om te verdedigen het afschaffen van de dividendbelasting. Natuurlijk, terecht kijkt hij ook waar werken die mensen en wat zijn hun achtergronden. Dat moet je ook allemaal meewegen, dat vind ik ook. We hebben gelukkig een systeem in Nederland waarin hoogleraar in toenemende mate, dat willen we ook, het kabinetsbeleid van de verschillende kabinetten die geregeerd hebben in de recente tijd, ook proberen om zich te verbinden met maatschappelijke organisaties, met bedrijven. En daar natuurlijk vanuit de academische vrijheid en de criteria van academisch onderzoek hun werk te doen. Mijn stelling is alleen dat hij veel te kort door de bocht gaat. Dat is oprecht mijn mening als hij zegt er is geen hoogleraar te vinden. Dat zei hij letterlijk, er is geen hoogleraar te vinden in Nederland. Nou, ik heb hier een aantal genoemd. Dan ben ik zo benieuwd naar zijn reactie. Dan komt hij met een, ja, Rutte heeft een onderzoek genoemd uit, wat was het, begin deze eeuw. Is dat nou zo sterk? Dat was mijn vraag niet. Laat hij nog eerst even reageren op mijn vraag. Heer Asscher. Ik heb zelden zoveel wetenschappelijke consensus gezien over een voorstel als dit voorstel. Er is in september een symposium hierover, georganiseerd vanuit de wetenschap. De heer Rutte wordt uitgenodigd als keynote speaker. Want de wetenschap is het hierover eens. Het is een idioot voorstel. En tot nu toe heeft het kabinet 1 studie aangehaald waarin inderdaad staat die dividendbelasting is misschien niet zo'n goed idee. En ik vroeg van wanneer is die studie? Want dat zei de heer Rutte er niet bij in november. Hij weet ook niet van wanneer die studie is waar hij zijn beleid op stoelt. Die studie is uit 1984, voorzitter. Toen zat deze man gewoon nog op school. Toen stond de Berlijnse muur nog. Nou, ik studeerde toen was Thatcher aan de macht. U studeerde al in 1984. Ja, ik heb er helemaal over gedaan. Ja. Jong geleerd, ja. Maar voorzitter, dat laat zien hoe idioot het is. Dus na lang zoeken en compliment voor alle ambtenaren is er 1 studie gevonden. Een wetenschappelijke studie met kritiek op de dividendbelasting. 20 jaar voordat de Verenigde Staten het gingen verlagen. Wat was het argument gebruikt? Er is geen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te vinden dat deze maatregel schraagt. Ja, er zijn 2 hoogleraren geweest. Tevens adviseur van multinationals die zeiden, wij vinden het prima. Maar de vraag is serieus. Als je 1,6 miljard uitgeeft, 1,6 miljard, dat je ook aan andere dingen kunt uitgeven, ook aan andere aspecten van bedrijfsleven. Voorzitter, dan moet er een wetenschappelijke onderbouwing zijn die meer is dan een studie uit 1984. Ik heb de heer Asscher sterker meegemaakt. Hij zei in zijn eerste termijn, en ik heb van hem geleerd scherp te luisteren,
En dat, als dat nodig is, hè, hij heeft de meloen een paar keer teruggehaald. Dat doet hij heel knap. Hè, dan hoort hij zoiets en dat herhaalt hij dan 4 keer. Ik heb hem, dat leer ik van. Hij groeit in die rol. En ik heb hem horen zeggen in de eerste termijn, er is geen hoogleraar te vinden in Nederland. En ik kom hier met 2 hoogleraren die positief zijn. En 2 hoogleraren die tenminste zeggen, er zijn voor- en nadelen. En 2 die positief zijn. Kan hij nou niet toegeven dat hij dan in de eerste termijn onzin heeft gesproken? Tot slot, ja, voorzitter, de heer Asscher. Dit is Mark Rutte als hij geïrriteerd wordt. Nee, helemaal. Ik vind dan gaat leuk. Hij meta zeggen, ik heb de heer Asscher sterker gehoord. Dat kennen we. Debattechnisch altijd heel erg goed. Dankt. Maar deze premier heeft ook een probleem. Die dividendbelasting is een maatregel die niet gesteund wordt door de wetenschap, niet door het Centraal Planbureau, niet door de ambtenaren van Financiën, niet door alle Kamerleden die hier zitten, behalve degene die zeggen ik heb mijn handtekening gezet, niet door de samenleving, niet door het MKB. En als deze premier op arrogante toon met debattrucjes blijft betogen, de meerderheid steunt me toch wel, dan heeft hij een gigantisch probleem. Dan gaat het gewoon niet gebeuren. Het zou veel meer recht doen aan de zwaarte van dit debat, 1,6 miljard euro van de Nederlanders, als jij zegt, inderdaad, ik zorg voor een wetenschappelijke studie die onafhankelijk, dus niet betaald door Shell, aantoont dat dit verstandig is. En ik vraag hem niet om een debatrecensie. Ik zal hem ook geen debatrecensie geven. Ik vraag hem om na 1 keer serieus in te gaan op dit probleem wat hij zelf veroorzaakt heeft. De minister, please. Voorzitter, nogmaals, laten we nou even bij de feiten blijven. Ik heb hier de heer Asscher vanavond uitvoerig zien debatteren en horen zeggen, er is geen hoogleraar die het steunt. Die zijn er dus wel. En dan vind ik dat een beetje zwak als u dat niet toegeeft. Ik ben hier geïrriteerd over, helemaal niet. Ik vind het juist een heel leuk debat. En volgens mij de heer Asscher ook. En dat zullen we vast nog een paar keer hebben dit jaar. Dat voorspel ik zomaar. Maar ik zou hem dat feit toch wel willen voorhouden. De heer Asscher.